Maren Wonder van de Politie Midden Nederland, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Zo'n Honda S2000 is het trotse bezit van een man uit Amersfoort. Hij parkeert hem in de beveiligde garage onder zijn appartementencomplex aan het smalle pad. Als hij op een zaterdagochtend begin november met zijn auto weg wil, ziet hij tot zijn grote schrik dat de stoffen cabriokap is bewerkt met een mes. Gelukkig is de dader te zien op bewakingsbeelden, Maren. Ja, en goed ook. In die parkeergarage hangen dus bewakingscamera's en daarop is heel goed te zien hoe hij die Honda probeert te stelen. Kijk maar mee. De verdachte verschijnt rond 3:00 s'nachts in beeld in de parkeergarage. Hij loopt richting de Honda die rechts in beeld geparkeerd staat. Het is niet heel goed te zien, maar hij snijdt hier het cabriodak van boven open, zodat hij in de auto kan klimmen. En dat doet hij hier. Even later heeft hij de auto naar voren geduwd en is hij druk bezig met het lostrekken van de kabels die naar het contactslot lopen, in de hoop dat hij de auto kan starten en kan stelen. Dat lukt echter niet en hij laat de auto staan. Hij loopt dan nog even wat rond in de garage en kijkt of er in andere auto's nog iets te vinden is. Als hij wegloopt, komt hij hier nog even heel goed in beeld. Hopelijk kunt u ons vertellen wie dit is. Ja, hij is heel goed te zien, Maren. Het is ook duidelijk dat hij het voornemen had om die auto te stelen. Hij takelt die auto flink toe, hè? Ja, nogal. Om te beginnen snijdt hij het dak open om die auto in te kunnen klimmen. Dan trekt hij vervolgens bij de pedalen allerlei kabels los in de hoop die auto te kunnen starten. En dan laat hij de auto uiteindelijk op deze manier achter. En die totale schade die loopt echt in de duizenden euro's. Ja, zonde. Laat het silhouet van die vandalen bekijken. Het gaat dus om een man met een licht getinte huid. Hij heeft een slank tot normaal postuur. Hij heeft een lang, smal gezicht en een lange, smalle neus. Verder donker, krullend haar. En hij droeg die dag een donkere spijkerjack, een blauwe spijkerbroek met vale vlakken en daaronder witte sneakers. Weet u wie deze autodief is die het had voorzien op de Honda van het slachtoffer? Hij stal de auto weliswaar niet, maar richtte wel voor duizenden euro schade aan. Wel met info, één van de tipnummers.